Hey, super leuk dat je weer kijkt naar de allerlaatste Sakintos vlog. Helaas waren dit de laatste 2 dagen, maar dat maakt ze niet minder leuk. Dus vergeet zeker niet de video af te kijken als je benieuwd bent naar hoe onze reis is verlopen. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels alweer donderdag. Het is 10 uur. En de sun is shining. Ik was al om 8 uur wakker. Aysan heeft wel uitgeslapen tot 10 uur. Dus we hebben nu het ontbijt gemist. Maar het boeit niet heel veel, want het ontbijt is niet echt heel speciaal hier. En hier om de hoek zit ook een bakkertje. Dus we gaan even bij dat bakkertje ontbijten. Gezellig, even chill. Sonny gaat zo meteen naar de sportschool. Ik ga een video editen, want die wil ik vanmiddag online hebben. Hopelijk werkt het wifi hier mee. En ja, dan gaan we eigenlijk gewoon een beetje chillen bij het zwemmen. Want vandaag willen we niet heel veel gaan doen of zo. Want we moeten ook koffers gaan inpakken, spullen gaan inpakken en zo. Dus ja. Oké, het is nu bijna 10:30. Ik heb even snel dit jumpsuitje aangedaan. En we gaan dus naar het bakkertje lopen. Het zit hier echt om de hoek. Dus ik ben benieuwd of ze wat ze allemaal hebben daar. Oh my god, jongens, het was zo'n leuke bakker. We hebben een iced caramel cappuccino. En we hebben allemaal lekkere broodjes. En ze hadden er ook allemaal koekjes. Ik zal het zo meteen laten zien, maar het was zo'n leuk bakkertje. Ik denk dat we hier morgen weer heen gaan. Oké, ik zal even laten zien wat we hebben. Kijk hoor. We hebben ik heb een kaas spinazie ding. Ik had zoveel paniek. Ik wist echt niet wat ik moest bestellen. Dus ik heb echt maar wat besteld. Dan is een croissantje en een chocolade croissant en we hebben een koekje nog die we delen, een chocolate chip cookie denk ik dat het is. Ik ben nu heel erg benieuwd. Alright, Stan is even naar de sportschool. En ik had daar niet zoveel zin in. En ik moest ook nog editen. Dus ik ga nu even snel editen. Ik wilde op het balkon gaan zitten, maar ik loop nu naar buiten. En het is zo ontiegelijk heet. Die smelt er helemaal weg. Dus ja, ik ga even op de kamer editen, gewoon in bed. Ik hoop dat het allemaal een beetje snel gaat. Het is trouwens een lounge try-on haul. En ik geef jullie mijn echte mening over lounge. En ja, hoe ik het vind zitten en ja, hoe het zit en wat ik ervan vind en de kwaliteit. Dus wil je dat zien, check de video, hij staat al online. Oké, jongens, ik was aan het editen, maar ik ben niet klaar. Het duurde gewoon langer dan ik had gedacht. En ja, het gaat hem gewoon niet worden om tijd online te krijgen. Dus ik zie het wel even. Ik heb nu even een bikini aan, deze superleuke bikini van Shein. En dit dingetje erover. Het is al 3 uur bijna. Kijk op mijn arms. Maar zit geen horloge om. Maar even kijken hoe laat het is. Nou, het is gewoon 3:15. Dus we gaan even een broodje halen ergens. En dan gaan we even in de zon liggen. Maar de zon schijnt niet eens echt heel erg. Maar het is wel heel heet. Maar het is niet echt per se mooi weer. Dus het was eigenlijk wel een goede dag om binnen te zijn. We gaan dus even een broodje halen bij die bakker. Waar we vanochtend ook waren. Ik heb toch even een boekje aan gedaan. Ik vond het een beetje raar om anders zo over straat te lopen. Het is echt bloedheet, maar de zon schijnt er niet echt. Het is wel een soort van bewolkt. Maar het is echt niet normaal heet. En daarna weten we echt nog niet wat we gaan doen. We hebben niet echt een heel erg grote planning. En vanavond gaan we wel uit. Dat is wel echt fucking leuk. Want de clubs gaan hier dus vandaag open. Jongens, dit is zo ziek. We hebben echt zo'n groot broodje met prosciutto en lekkere verse dingen allemaal. En zo'n broodje is maar 2,80 per stuk. Nou, als we dit eerder hadden geweten, dan hadden we wel gewoon vaker hier gewoon lekker een broodje gehad en geluncht. Want anders ben je elke keer uit eten en weet ik het allemaal. Dan heb je eigenlijk helemaal geen honger meer, ook voor de avond. Het zit dus in Argassi. Het heet Milona's Bakery. En het is, nou, het is zo goedkoop. Ik vind het echt niet normaal. In Nederland zou dit echt 5, 6 euro zijn of zo. Nog misschien wel meer. Maar goed, ik zal het zo meteen even lekker laten zien. We gaan dit opeten nu. Maar ja, ik wil echt gewild dat we dit eerder hadden geweten. Want dan kon je gewoon lekker zo'n broodje halen hier. En dan gewoon lekker naar het strand meenemen. Gewoon daar opeten of zo. Maar goed,
tipje van mij. Het is ook wel leuk om te uit eten, daar niet van. Maar zo aan het einde van de vakantie is wel chill. Want dan ben je op een gegeven moment dat uit eten ook wel een beetje zat. Jongens, kijk, dit. Oh. Dit soort broodjes hebben we dus. Ik heb met. Wat heb ik ook alweer? Oh ja, met prosciutto. Met mozzarella. Dat is dan even met ham en kaas van een soort broodje gezond. En dit was dus 2,80 per broodje. Ik vind het echt heel ziek. Jongens, ik ga zo stuk om ons. Het is gewoon 4:30. We hebben gewoon de hele dag niks gedaan. Maar er zit echt een lelijke knot. Ja, jij hebt gesport. Gezond heb ik al. Ik niet. En we gaan nu even zwemmen. Het is wel warm, maar het is niet heel mooi weer. En we willen ook nog gaan uit eten, maar ik heb echt totaal nog geen honger. Guys, ik heb me helemaal opgemaakt, gedoucht, omgekleed. Ik heb dit jurkje dus weer aan. Deze leuke hakjes erbij. We gaan nu de auto terugbrengen, want die moesten we terugbrengen op donderdagavond om 9 uur. En dan gaan we hier even in haar gastje wat eten. En dan gaan we hier nog terug en dan gaan we vanavond nog uit in Laganas. Dus helemaal leuke planning. Ik ben voor het eerst weer gefliekt in de make-up. Maar ja, ik ben een beetje haast, dus moet ik nu wel gaan. Dan gaan we de auto terugbrengen en lekker wat eten. Oh jongens, we hebben zoiets lekkers besteld. We hebben een Griekse platter met Griekse delicatessen van een heel schoon teentje waar hier zitten. Allemaal leuke bloemetjes besteld. Dus het gaan we lekker eten. Oh my god jongens, we hadden net zo lekker gegeten. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het tentje heet. Het zat op de grote straat van Argassi. Of is het eigenlijk Argassi? Ik weet het eigenlijk niet eens, maar boeien. Het was echt zo lekker. Het was echt een soort Griekse plateau met van alles en nog wat. Met allemaal Griekse hapjes. We hebben nu letterlijk deze tafel binnengezet. We waren een spelletje aan het spelen, want het is buiten zo mistig. Dat is niet normaal. Je kan letterlijk gewoon niks zien. Het is zo benauwd en mistig. Je kan het ook gewoon zien. Het is echt gewoon... alsof je in de sauna staat. Dus we trokken het gewoon niet meer buiten. Dus we hebben nu even alles naar binnen verkast. En we hadden dus gezien dat de clubs vandaag tot 5 uur open zijn. Dus wellicht dat we nog even een kijkje gaan nemen. Even kijken hoe het loopt. Want het is wel een taxi boeken en zo. Maar de avond is nog jong. Het is 11 uur. Dus we kunnen nog bepalen wat we willen. Guys, het is alweer de volgende dag. Het eindstand zijn we dus toch niet uitgegaan. Want we waren eigenlijk gewoon gezellig spelletjes aan het spelen op het balkon. En... ja, het was eigenlijk zo gezellig. En we dachten, er moet helemaal weer een taxi. We weten dus niet zeker of die clubs echt open zijn. Dus volgens mij waren we tot 5 open. Maar we zagen wel foto's van dat mensen echt zitten en zo. Dus we dachten van, we kunnen ook gewoon in Nederland weer uit. En dan moeten we nu, ja, waren we nu helemaal brak en moe. En waren we fucking laat thuis. We moeten om 10 uur uitchecken. Dus dat is helemaal niet heel handig geweest. Maar goed, ik ben al mijn spullen weer aan het inpakken. Het zit er allemaal alweer in. Ja, en we hebben alles gewoon een beetje opgeruimd en zo. Het ziet er wel weer goed uit. Wel natuurlijk ontzettend jammer dat gewoon de vakantie alweer soort van voorbij is. Het is zo snel gegaan. Het is niet normaal. Maar aan de ene kant ook weer niet. Want we hebben wel echt super veel gedaan op een dag. Dus als ik aan terugkijk denk ik echt van wow, we hebben echt zoveel leuke dingen gedaan. En nou, ik zweer, dit is echt de leukste vakantie van mijn leven. Ik heb het zo naar mijn zin gehad gewoon. We hebben nu wel gewoon nog de hele dag. We hebben tot 8 uur 's avonds. Dus, en we kunnen hier nog douchen in een douchecabine. Gewoon een kamerruimte. We kunnen hier koffers laten staan. Dus we gaan nu weer even naar dat bakketje waar we gisteren waren. Gaan we daar ontbijten. En ja, dan kunnen we hier gewoon lekker de hele dag nog aan het zwembad liggen. En nog douchen. Omkleden. En dan worden we hier om 8 uur opgehaald. We gaan ook nog gewoon het avondeten hier. Om 6:30 of zo denk ik. Gewoon in Argassi. Dus ja, we hebben gewoon nog een hartstikke leuke dag voor de boeg. En vandaag hebben Stan en ik ook 9 maanden. Op 2 oktober hebben we iets gekregen. En nu is het 2 juli. Dus nu hebben we 9 maanden. Dus dat is ook wel leuk. Maar ja, we gaan nog gewoon een hartstikke leuke dag van maken. En ik ben echt blij dat we hier gewoon nog even lekker kunnen douchen en zo. Zo jongens, het is echt ziek en ziek mooi weer. Ik zweer het, het is nog nooit zo helder en blauw geweest.
Terwijl het veel minder warm is vandaag. Vandaag is het maar 28 en normaal was het echt 30, richting de 38 of zo zelfs. Wow, echt ziek. Gisteren was helemaal geen mooie dag, maar nu heerlijk. Gelukkig maar, top. Nou, wij gaan nu uitchecken. We hebben hier alle koffers. En dan gaan we even naar de bak en gaan we daar wat eten. Oh, jongens, we hebben echt weer zoveel lekkere dingen. Ik heb een frappé. Nou, dat hebben we allebei eigenlijk. Dan hebben we een cream croissant met vulling. Super lekker. We hebben een bagel met zalm. Ook heel lekker. En een soort, ja, wat is het? Een broodje met bacon en kaas. En nou, het ziet er allemaal heel lekker uit. We gaan lekker genieten. Nou jongens, het is echt nog maar 11 uur. Echt super chill. We hebben net dus even lekker ontbeten. Dat is echt lekker. We hebben nu hier lekker onze bedjes. En we gaan hier lekker gewoon de hele dag bij het zwembad liggen. Lekker simpel. En we worden hier dus om 7:30 opgehaald voor de bus. Dus echt super chill. Dus dan gaan we denk ik gewoon, ja, om 6 uur of zo. Iets voor 6 denk ik. Je kan gewoon een uurtje chillen. Ja. Hier. We willen nog wat souvenirtjes kopen dat voor de mensen thuis. Zo. We moeten nog toeristenbelasting betalen. Dus nou, allemaal leuk joh. Alright guys, we hebben net even bij we hebben net even bij de, hoe noem je dat, bij het zwembad gelegen. En we hebben de hele tijd geunoot en we gaan nu, ja? Wat dan? En we gaan nu even, hoe noem je dat, het straatje in, want we willen even een nieuwe zonnebrand kopen, want die is dus op. En ik heb gewoon even mijn broekje aan en mijn tasje. En we gingen ook even zwemmen, was even lekker. Maar we gaan nu even de zonnebrand kijken en misschien een flesje water kopen nog. Yes! Oké, jongens, we hebben even lekker vers geperst. En gewoon met allemaal vers fruit sapje gehaald. Ik heb pineapple, aardbei, nog iets. En we hebben ook zonnebrand gekocht, Stan laten zien. Nee, even goed. Dit kan ik zien. We hebben een zonnebrand gekocht en een zonnebrand Ode Extreme. Ook al gaan we nu weg, maar ik ga nog naar Gerso en Stan gaat nog naar Albufera. Dus we gaan sowieso nog veel zonnen. Lekker zit. We gaan sowieso nog veel zonnen, dus gaan we die zonnebrand nog wel nodig hebben. En ik ga trouwens ook nog naar Barcelona, dus. Nu gaan we leven. Helemaal leuk. Zo, ik zie er. We liggen nog steeds aan het strand. Het waait een beetje aan het strand. We liggen aan het zwembad. Maar ja, we doen eigenlijk gewoon helemaal niks. We zijn gewoon echt puur aan het chillen. Een beetje aan het unoën. We hebben piecesnoten gegeten. Ja, het is gewoon echt puur chill. Helemaal niks. En dan gaan we zo douchen. Uit eten. Nou, het is wel echt vakantie. Het is echt, die laatste 2 dagen zijn wel echt top. Gewoon lekker niks. We liggen hier lekker. Oké, echt super lief. We hebben gewoon helemaal een kamer gekregen waar we nu gewoon kunnen omkleden en douchen en zo. Super chill. Dus ja, dat gaan we even doen. Het is niet zo'n heel bijzondere kamer, maar wel echt heel erg chill. Nou jongens, we zitten bij een restaurantje. Het is overal echt nog super rustig, want het is 6 uur. We hebben net ook even wat leuke accessoires besteld. Accessoires, noem maar dat. Souvenirs. Souvenirs, ja. Gekocht. En we hebben ouzo, dat is een Griekse drank met shotglaasjes en een lekker zeepje en ja, leuke dingetjes. We hebben nu ook een mini flesje champagne omdat we dus 9 maanden hebben. En omdat het gewoon de laatste dag is en ja, het gewoon echt zo'n leuke vakantie. Het was gewoon een leuke afsluiting van vakantie, dus cheers babe. Helemaal leuk. Oeh, lekker jongens. Bon appetit. Oh jongens, dit is zo lekker. We hebben lekker mossels. En dit is dus een soort Griekse feta gefrituurd. Het is zo lekker. Hey. Ja, ik zou nu. Jongens, we zijn al een tijdje op. We zijn al een tijdje op het airport. We kunnen nu boarden. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. We hebben even wat drinken gehaald net. En als het goed is, komen we dus eerder aan. Echt fucking chill. Ik hoop het echt. Alright guys, het is inmiddels de volgende dag. En ja, we kwamen om 1 uur 's nachts aan. En toen gingen we naar Stan en meteen slapen. Dus we waren super moe. Dus ja, ik heb eigenlijk helemaal niet meer gevlogd.
Ja, het was echt de leukste vakantie van mijn leven tot nu toe. We hebben het zo ontzettend leuk gehad. En ik heb gewoon geen woorden voor. Echt, het was zo leuk. Ik heb nu al zoveel heimwee. En ja, het was echt zo leuk. Dus ja, ik hoop dat jullie de vlogs ook leuk vonden. Ik vind het zo leuk dat ik gewoon voor de rest van mijn leven terug kan kijken naar deze vlogs. En ik alles heb vastgelegd. Maar ja, ik hoop dat jullie het dus heel erg leuk vonden. Ik word geweld. Vond je de Zekintos-vlogs nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet me ook niet te supporten en te volgen. Dus nou, ik vond het heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.